want ik heb gewoon het gewilletje vol, dat is niet ook zo echt niet, je kunt dus nou zien wat dat betreft. Maar ja, dat is goed, maar je weet wat dan kun je zeiden, hè? Ik stap me vast een leven niet op een vliegtuig en heel zeker niet in een TGV, hè? Ik vind dat allemaal vettige voorrecht. Zo, ik heb het toch al een keer nooit vanuit Frankie, jij maar gezegd door de rivier komt dat dat allemaal niet nuttig is. Je mocht alles hier te vloeien mee, dat is precies gelijk wat dat echt is, zegt hè. Frankie moet nu die alles geloven wat dat Frankie zegt, hè. Ja, ik wil het vroeger en mooi zien. Welkom bij Fantasia Holidays, ons raadsbureau. Zeg, God, er zit er precies toch het weer een klein beetje uitgeblust wat. Ben ik mis of had je er nu dan een tucht doen de vakantie? Ah, kijk, we verder dan maar nog niet gekomen zijn, hè, madame? Ah, wel, meneer en madame, we kost niet beter terechtkomen op ons. Waarom maar Fantasia Holidays, waar brengen uw gelaat, wordt er wereld dat u maar wilt zijn, dus op de meest comfortabele manier. Ah ja, maar dat kan me nooit van ons. En jongens, aan het expliqueren, dan willen ze u heel speciaal afweer niet uit. Waarmee dat het van hem kunt gooien, zo'n dan vaak op vakantie gooien. Wel, inderdaad, meneer, uw vriend ooit waarschijnlijk op onze virtuele reissimulator. Ja, precies. Daarmee hoogte inderdaad overal ter wereld, waar dat u maar kunt pasen, zoek toch al dingen naar bedakte hoopsnoem van reisdocumenten, douaneformaliteiten, naar de vluchten, slecht totaal slecht eten. Nee. Maar ons blijft gewoon hier in aangeland. Maar je moet alles mee, juist gelijk als dat je er het eind van je keuze doet zijn. Dat is wel echt wel interessant. Ja. En vind je sloop om het dan met die doen ze lokaal aan misschien? Maar het is te zeggen, meneer, we hebben twee formules. We hebben de everyday formule. Dus komt iedere dag nog hier. Je bezoekt de lengte en de plooitje die u interesseren. En soms kunt u weer naar huis en je stopt in uw eigen bed. Oh, dat is zo gemakkelijk, zeg ik. Hoor, natuurlijk, we hebben de all-in formule. En toen dus blijft hier dus overnachten hier bij ons in het raadsbureau in het komen van uw eigen keuze. Was ook maar ja, nu draai sterren onthals, vier sterren onthals, vijf sterren onthals, gek het voor te zeggen. Slop, dan gaan we liever in een appartementje. Of wilde je een keer overnacht in een tent? Geen enkel probleem, iedere druk op de knuppen, dat is gearrangeerd. En ik kon zelfs vier zeggen, blijkt dat je komer er niet anders doet, gek wordt te spreken, een deur op de knop en ga een andere komer. Is goed, volgens dat ik uur heb dat er echt interessant is. Ik moet hier laat zeggen dat ik me al iets meer op mijn hart begin te voelen. Ja, misschien kan ik meneer en madame kleine demonstratie geven. Oh, dat is u zeker voor goed, ja. Ah, maar, als je maar een keer bent volgende door de werktest, ik zal het dan een keer 10 en 10 er laten zien, hè. Ja. Maar misschien eens een keer weten wat is de naam van meneer en madame? Ik ben Joseph Gevoort. En dat is mijn vrijbeke naar de Geergat. Ah, meneer en madame, Gevoort. Ja, ik geef het geen zaak raad, geen. Wel, meneer en madame, geef het geen gehad. En eventueel een ideetje, wordt dat eventueel nog toezichtsveld mooi? Oh ja, maar ik zoek niet hier een keer naar Thailand gewoon. In Thailand. Het schijnt dan als uw brief bij schoenen loeloos van gluten. Ah. Dat is ook geen mannetje wel geweest. Nee, Josef, hoor maar niet naar Thailand. Papa is wel loeloos. Kijk ik niets aan die loeloos. Maar dan ben ik meer het romantische type en kun ik wel een keer naar Venetië mooi. Naar Venetië, madame? Ja. Geen enkel probleem, kijk madame. Wij zullen hier op de V van Venetië. En in ieder geval, hopla, kijk maar af te rollen op het scherm. We zijn er al, zie. Oh, we zijn meer de groente, madame. Ja, natuurlijk, meneer en madame, want dat de neus ziet, is gewoon een projectie. Maar een keer dat de bijhoeks ingecheckt staat. Dus gewoon van achter de rieden van ons drie-dimensionele kogels. En dat is heel wat anders. Dus, is dat precies net als dat er midden in zit, alsof dat er zelf met die groenten aan het voeren gaat. En dus zit er mij ook in de buurt. Goh, meneer, dat gebeurt allemaal automatisch met een supermoderne drie-dimensionele videoprojectie, met een trovisueel geluidseffecten en met buiken en professionele figuranten die je er werkelijk het gevoel geven dat het wordt geplooid gaat. Dat is echt fantastisch, hoor. Meneer en madame, heb je op een bewustheid om een keer op skivakantie geweest? Ski? Ik heb nu niet gedaan, madame. Niet. Waar op laat hier? Nou, pak toch ik nu een keer in zie op de Z van Zwitserland, in 2 jaar, en we zitten op de skipiste, kijk maar. Oh ja, kijk eens aan het ski. Oh, ze hoort er van de huiden in. Ja, en natuurlijk, meneer en madame, is natuurlijk een buurt een après-ski te baan, hoor. Ja, dat lijkt me wel zeer interessant, toch? Ja. En natuurlijk, hier is dat dus ook weer een gewone projectie die je ziet, voor in de draadheekomer. En zo alsof dat ik aan midden tussen die meisjes stoot en alsof dat zelf op mij aan het meedrinken zat. En toen ze doen, stap ik niet. Ze hoort wel. Ik weet, ze zijn jongen ski van zo. Nee, joh. Ik kijk liever een beetje de zon op te zoeken. Ja, en wat dat betreft, als je wordt gaan skiën, je moet natuurlijk geen schrik hebben van de kuilen, hè.
Als zo'n gemeente neemt dat dus wel, maar dat is geen probleem, meneer. Wij hebben een super, super professionele land- en koelteinstallatie en airco, waarmee dan het zo goed of zo koud kunnen maken van dezelfde wereld. Dus van de kern moeten echt geen schrik hebben. Oh, dat is voor die uitgaan. Maar dan wil toch liever ik kan nu, ik ga liever de zon dan. Oké, okay, geen probleem. En dan, ik druk op het volgende knopje, hopla, en we gaan naar de Costa del Sol. De Costa. Oh. Wat zijn jullie van die schule Lulu's, kat? Zeg, madame, jij kunt het door de zuik echt bruinen? Dat is geen enkel probleem, madame. Ons ultraviolet lampen die zijn geïntegreerd in onze plafond. Bij ons is dat allemaal maar kwestie van programmeren. Dat je dan niet moest willen, hè? Dus kun je gaan even bruinen aan een temperatuur van meer dan 10 graden op het strand van de boormeersgebub. Het gaat gewoon nog zijn. Het is eigenlijk fantastisch, hè? Ja. Ik vind dat bijzonder interessant. Ze schat, ben je bij de haven? Ja, hola. Excuseer, hè. Hallo? Aandacht, meneer Van Slim, hoe kun je eens op de Luchtpool doen? De Luchtpool? Een beetje freesjes, ja. Oh, maar dat is geen enkel probleem, meneer Van Slim. Kijk, ik hoor een keer van de computer een keer even op pauze zetten. Voilà, en ik kom ik binnen enkele seconden, ben ik bij u en ik hoor ik de temperatuur een goedje of 10 verhuur. Nee, meneer Van Slim, dat is geen enkel probleem. Maar we juist wel ervoor zorgen dat naast van de poortkappen niet begint te smelten. Ja, dag meneer Van Slim, tot ziens. Ze zoeken ik nog een keer de Luchtpool weer, of excuseer, maar ze meneer Geer heeft helemaal dan genoeg gehad. Meneer Geer heeft helemaal dan geen gehad, zie wat. Ik moet maar even terugtrekken, ik moet even langs de Luchtpool. Ik heb al hier een pauze gezet, ik ben direct terug. Je kunt misschien ondertussen een keer overleggen, omdat ik het toezicht wil worden, hoor. Ah ja, ja. Tot ze weten, hè? Ja, dat moet je mee. Echt interessant, dat is wat. Jootje. Hoe zou dat museum wel gewoon aan het van zo? Weet je wat ik al vrij lange heren een keer zo gedaan heb? Dat is Italië. Italië, ja, bella Italia. Ja. Waarom niet? Hè? Kon ik je kijken, dat is niet goed. Ik niet zo zeef, ga maar achteraf, hè. Ja, dat is toch niet moeilijk, ik heb toch gezien, want dat mensen zijn ook in de Riesterijver van kan. Niet zo zeef, je kunt dat niet, dat kapot ook. Ik dat is toch een volksparing. Dat is de I. Hier, kijk, de I. Oef, en we gaan naar Italië zien. Samen of je bent niet gewoon luxe. Ah, vooral, wat zei ik, is toch niet moeilijk, hoor. Ja, ik zit wel bij de pauze van die keer. Oh, en is dat goed dat hij ervan kwijt? Jootje. Oh, zo toch ook niet mee, hoor. Ik hoor de hoogte doen, ik hoor iets anders kiezen. Zeg, laat het nou af, moet het kapot maken. Maar je ziet toch dat hier het probleem is, dat is de zuurspouw gelukt. Nee, ik weet dat ik hier in het toezicht gewoon naar Amerika. Dat is een schuld. Dat is wel ver, hè? Ja, dat is ver. Amerika, laten we eens proberen. Hier, A.S. Amerikaanse Staten, hè? Amerikaanse Staten? Zoals heeft zij wel de Verenigde Staten, hè? Ja. Torik! De Verenigde Staten, toch? Oh, waar zit je met Utrecht? Oei! Hij zit met de bossen. Oh, ah, ik zal op stoom doen. Ik zal de Verenigde Staten en nu. Zo zeef, blaf toch af. Ik heb toen ook gezegd dat je niet kunt gaan preutsen. Moet dat toch stoken, hè? Hé, zo zeef, kak nu! Wat? Kak toch! Hé, en dan een hulke op. Hé, wacht je koe! Ik heb een beetje gelaagd even daar, Giest. Ja, wie niet? Wow! Dank u wel, wat zo! Ja, dat is goed, ook, ja. Ja, maar nu hebben we al een poortje gemaakt. Oh, dat kaartje, ja, dat bienetje. Een poortje gemaakt. Een loerlijke mond. Oh, kleine loopzoentjes. Oh, ik kan niet ook pakken. Dan moet daar nog een beetje zon op draaien en dan wat door te zweven. Ah, ja, hoe staat het hoor? En dan die jongen ook genoemd. Hoe hoort dat nu nog toe? Hij is weg. Moet dat nu. Wow, zo zweef! Dit is toch een echt appel! Hé, we gaan hem maar verder toe! Appel toe! Dat is hier, we zijn hier al terug. Wat is dat? Hij is wel in Frits. Zie je nog best wel vrij mogen lopen, man? Knop, van wat was hier gebeurd? Ah, kijk, ik gewoon het hier ook AS gedumpen. Wat, AS? Ja. Wat moet je hier geven voor AS? Dat zijn de Afrikaanse safaris dan uit de boek durft te nemen zonder begenadiging, toch? Wat zijn er nu, man? Nee, ja, hier langs zat ik. Ik praat niet altijd nog veel aan te doen, hè. Maar hier van, ik zit dan weer maar vrij, hè? Goed zo. Maar als een meneer goed, moet je afblazen, hoor. Ja, schaal uit. Oei.
zit er niet goed. Wat moet ik doen? Help me! Wat moet ik doen? Help me! Wat moet ik doen? Doe gelijk thuis, schat! Zeg dat nu, pa, net!